Ik mag u verzekeren dat de regering zeer uitvoerig deze kwestie aan een beschouwing heeft onderworpen, zonder emotioneel en subjectief te zijn, maar wel nuchter en objectief, zakelijk en politiek bestuurlijk en vanuit een gepast engagement met de toekomst van ons land en volk. Dat zei president Desi Bouterse vandaag op de openbare DNA-vergadering. Het staatshoofd heeft het parlement geïnformeerd over de kwestie Suralco Alcoa. De regering had aangegeven geen behoefte meer te hebben aan een comité-generaal. Op basis daarvan werd de geheimhouding van de vergadering opgeheven. De president zei dat de regering de kwestie zakelijk en realistisch heeft bestudeerd. We zijn de regering van deze republiek en het is onze plicht om goed te wikken en te wegen alvorens we een pad kiezen ter oplossing van zo'n ingewikkeld vraagstuk. Dat zei de president. We hebben in 2014 dan ook eerst gesproken met stakeholders van het bauxietgebeuren en met Surinaamse en buitenlandse experts op dit vlak. We hebben de realiteiten waarvoor wij geplaatst zijn, zonder enige vooringenomenheid, objectief en wel overwogen tot ons genomen. Deze zaken geanalyseerd en vervolgens zijn wij gekomen tot een te volgend pad, tot een plan van aanpak. We hebben stapels literatuur hier liggen van werk dat verzet is in de afgelopen 2 jaren. Mevrouw de voorzitter, de regering kon zich in 2014, na het gesprek met de heer Paulucci over de algehele sluiting van de Suralco. De president zei dat er goed is nagedacht over wat te doen als Alcoa weggaat en haar zaken niet wil afstaan. Want in de Brokopondo-overeenkomst staat aangegeven dat die slechts op één manier kan worden beëindigd. Dat is na 75 jaar, dus per januari 2033 en niet eerder, zei het staatshoofd. Dit betekent dat zolang arbitrage loopt, en dat is een zaak van jaren, alles blijft zoals het is en blijft in handen van Alcoa totdat een beslissing van de arbitrage komt. B. Of dat Suriname zich samen met Alcoa buigt over de 3 door Paulucci opgegeven redenen van Alcoa's besluit om te vertrekken uit Suriname. Te weten, 1. Onvoldoende beschikbare bauxiet in de huidige mijnen in Oost-Suriname. 2. Hoge kosten voor energie. 3. Terugvallende aluinaardeprijzen op de internationale markt en hierover onderhandelingen te openen met Alcoa. Mevrouw de voorzitter, de regering heeft besloten de eerste mogelijkheid verwoord onder punt A thans niet te volgen. Bij het onmiddellijk terugnemen van de dam en de Afobakka waterkrachtwerken zou Suriname 1. Direct de achterstallige stroombetaling aan Suralco moeten voldoen ter hoogte van circa 50 miljoen US dollars. 2. Suriname zou verder ongeveer 1 miljoen dollar aan maandelijks onderhoud voor de dam moeten betalen. Aldus president Desi Bouterse vandaag in de Nationale Assemblee. Hij heeft het parlement geïnformeerd over de kwestie Suralco Alcoa.